Dus dat is helemaal gezellig. Dus vandaag heb ik 2 dochters. Ik ben overigens wel blij dat ik deze top aan heb. Wij zijn klaar! Nou, dat scherp worden. Ja. Oh, ja, zit die titel. Jullie zijn gekkies. Goedemorgen, het is maandag en we zijn weer onderweg naar school. Mila is er ook. Mila is eigenlijk heel de dag bij mij, want het maandag lunchje ook bij mij. Kijken jullie even goed uit met oversteken, dames? Jullie kijken allebei niet. Ja, goed zo. Hey, die kennen we. Ja. Goedemorgen. Ja, ga maar. En, dus de lunch is bij ons, is nu bij ons. En naar school neem ik haar ook mee. Dus dat is helemaal gezellig. Dus vandaag heb ik 2 dochters. Boodschapjes zijn weer gedaan. En ik dacht dat ik echt super, super laat uit had. Want ik kwam Mashinka tegen. Het ligt hier nou allemaal. Wat grappig. Zij heeft allemaal poppetjes en zo getekend. En die heeft ze dus als figuurtjes uitgeknipt. Niet helemaal, maar ik denk dat de tijd op was. Ik denk, meestal, wat is dit nou wat hier ligt? Niet handig in de keuken. Zo. Maar goed, ik kwam Mashinka tegen. Daar heb ik best wel veel mee staan kletsen. Maar eigenlijk hebben we natuurlijk ook wel veel gekletst terwijl we boodschappen hadden. Dus het viel wel mee. Mijn boodschap is wel gespoord. Alleen normaal doe ik het zo super natuurlijk. Ik voel hier niet, maar het ging nu niet. Want dan werd de ene tas zo zwaar en de andere zo leeg. Dat het niet te doen was. Dus het zit nu wel een beetje door elkaar. Het is allemaal voor de koelkast. Zo, en ik eet ook alleen. Marco, die redt het niet. Dus die eet op zijn werk. En daar is gezellig met z'n tweeën. Maar dat is mooi, want ik had nog dingen die ik wilde eten. Dat heb ze hier nog meer gedaan. Af en toe snap ik niet wat ze ook doen. Ik had nog dingen die ik wilde eten die hij niet wil eten. Die hij niet lekker vindt. En die probeer ik dan altijd met ze te eten op het moment dat hij er toch niet is. Dan zitten we elkaar niet in de weg. En dan kan dat wel. Dus dat is altijd wel prettig dan. Als dit zo uitkomt. Ze hebben een zoen van de koelkast. Mama maar opruimen altijd, hè? Dat, ik weet even niet hoe ik het moet gaan doen. Oh. Ja, ik snap er helemaal niks van. Ik heb een bloemkool gekocht. Waarschijnlijk heb ik al een bloemkool liggen. Maar ik weet niet waarom ik die bloemkool heb liggen. Heel vaag dit. Nou goed, dan hebben we dus heel veel bloemkool. Dus dan moeten we dat maar even extra eten. Een leeg blikje. Waarom mensen? Echt? Wat ze hier af en toe allemaal doen? Ik snap er soms helemaal niks van. Even kijken. Deze nog kwijt. Het staat echt zo niet naar mijn zin nu, maar... Die nog. Nou, het staat erin. Oh, eindelijk even een rustmomentje. Dus ik heb thee gezet. Oh, daar heb ik echt even trek in. Even gewoon voordat ik dingen ga doen. Trouwens, ik moet ook alweer die meiden gaan halen. En toen zag ik dat ik deze nog had staan. En ja, als ze niet opgegeten worden, dan moet ze weg. Dus ik denk dat ik me maar moet opofferen om dat te gaan opeten. Ik ga die meiden zo ophalen van school. Alleen ik had nog allemaal dingetjes die weer de auto moeten. Dus ik denk, nou, dan loop ik langs de auto. En dan ga ik dat gelijk doen. Zo, en dan nu gelijk naar school. Het was vanochtend heel fris, ik had mijn winterjas aan. Toen dacht ik net, nou, het
is wel wat warmer. Toen ik even in de tuin moest zijn, toen dacht ik, nou, dan geen jas aan. Nou vind ik het weer te fris. Maar een winterjas zou nu wel weer te warm zijn. Het is zulke raar weer. Ik ben overigens wel blij dat ik deze top aan heb. Want dit is wel zo'n tussentop. Die is wat warmer. Die heb ik aan met boven van French Connection en Guess Sneak Wedges. En ik had vanochtend weer een to-do-lijst gemaakt. En daar heb ik echt mega veel al vanaf. Maar ik had wel echt een lijst gemaakt van Jezus Tokio. Ah, en ik ben zo trots op deze kanjers. Ze waren heel laat buiten, maar ze hebben zo doorgegeten. Dat we helemaal mooi op tijd zijn. En kijk hoe leuk dit eruit ziet. Oh ja, je hebt wat leuks geknutseld, hè. Ze ziet elke van die filmpjes met poppetjes. En dan kan je van papier. Kleding, ja. En mama, mag ik zo'n plakkertje gebruiken? Dan kan ik ze vastmaken. We gaan het later vandaag. En nu gaan we naar school. En kijk, ik heb ook nog allemaal andere kleding. Ja, en ik ook heb heel snel. Want anders zijn we daar alsnog te laat. Ja, je hebt allemaal kledingstukken gemaakt. Haar, ik had wel al gevlogd dat ik het had zien liggen. Dat ik zei van allemaal poppetjes. Dat is een hak. Het is echt leuk. Nee, dat dan. Hé, maar dametjes, we gaan nu. Echt een gehaast en gerem vandaag. Ik had de meid naar school gebracht. Toen moest ik weer helemaal omlopen. Nou, toen had ik thuis nog maar zo kort. Heel snel wat gedaan. De was opgehangen en zo. En eigenlijk nu alweer op de weg naar school. Die meiden halen. En ik hoop dat ze snel buiten zijn, want we moeten zo gelijk weer door. Dus het is even vliegen. Oké, we staan nu in de badkamer. Want ik moet mijn tanden poetsen, want ik ga naar de tandarts. Ja, en ik ook, dus ik moet ook mijn tanden poetsen. Alleen, zij had heel erg honger. Dus ik probeer nu heel snel de mond leeg te eten. Oh, viesbek. Hier. Goed poetsen! Anders zit de tandarts naar vieze tanden te kijken. Dat is een beetje vies. Kom, wie het beste poet. Ja, dat is het. Wij zijn klaar! En geen gaatjes! Allebei niet! Echt super! De Sarah mocht nog even helpen bij mijn controle. Echt super leuk! En dat was leuk hè, dat je mocht helpen. Ja, bij de tandarts. Wil je even je gordel omdoen, schat? Ik heb nu... Daarna de pop. Eerst je gordel, want dan kan ik gaan rijden. Ik moet even kijken, want ik heb daar een klein meisje en daar een klein meisje. Ik vind deze zo leuk. Ik moet die kleine meiden even in de gaten houden, want ik vind dat doodeng als kinderen rondom je auto spelen als je rijdt. En daar, ja. Ik zie ze alle twee daar. Wat gebeurt er als jij een kind aanrijdt? Nou, daar wil ik niet. Daar wil ik niet eens over. Ja, ja, heel hard gezegd wel. Maar dus wat daar wil ik. Doen? Nou ja, 112 bellen. Maar moet je betalen of? Nou, dat ligt helemaal aan de situatie, hoe het gebeurd is en noem het maar op wat er gebeurt. Kijk, ik rij stapvoets. Ik ben heel de tijd aan het kijken waar die kinderen zijn. Ja, als er ergens een kind vandaan komt wat ik onmogelijk kan zien, zal ik niet strafbaar zijn. Maar strafbaar is dan het minste van je problemen. Want je hebt dan een kind geraakt. Ik bedoel, dat op zich is de ergste straf die je kan krijgen. Dan moet je daarmee leven. Nou, dat lijkt me zo erg. Ja, als je een kind raakt... Dat idee alleen al. Dus waarom denk je dat ik zo voorzichtig langzaam rijd? Echt. Soms. Mamlife is er. En laten we de vlog maar kindvriendelijk houden. Ik wilde dus Sarah naar bad en bed doen. En we zijn het bad aan het voorlopen. Dan komt Sarah aanrennen. Mama, ik wil een boek lezen in bad. Plop. Toen lag het boek dus in bad. Echt geweldig. Maar je kan het echt zien. Want die bladzijde is nat. Helemaal huilen en in paniek. Dit is mijn nieuwe lievelingsboek. Ja, nu moet ik dus kijken of ik dit boek kan rijden. Dus ik ging het googlen net. En toen heb ik 4 methodes gevonden. Nou, alle 4 heb ik echt zoiets. Hoe moet ik dat gaan doen? Want vaak is het als er dan een aantal bladzijden nat zijn. Maar deze is gewoon helemaal nat geweest. Je had er 1 met in de vriezer leggen. Maar die moet ik ontdooien. Dus dat gaat sowieso niet opschieten. Want dan moet je hem echt tot... 2 tot 6 weken in de vriezer leggen. Had ik nog nooit van gehoord, maar het stond er echt. Dus ja, toen had ik al zoiets, ja, dat gaat hem denk ik niet heel erg worden.
Ja, je moet eerst sowieso het ergste vocht eruit krijgen en het plat leggen. Maar dan kunnen de bladzijden dus ook, ja, er kan een schimmel in komen. Maar ja, het moet natuurlijk dit boek. Ik zit echt te denken, zou ik hem gewoon opnieuw bestellen? Maar dat gaat ze ook weer door hebben. Ja, en eer dat jullie dit zien, heb ik ook niet veel meer aan tips. Oh, wat baal ik hiervan zeg. Echt. En van sommige bladzijden zie je ook dat, zeg maar, zo'n laagje nu stukjes loslaten. Als je er overheen gaat, dat laat al los. Dus ik weet nog niet helemaal wat dit moet doen. Ik heb hem net wel droog gedept. Dat stond bij alle tips, dat je het ergste vocht met keukenrol ertussen eruit moest halen. Dat heb ik gedaan, maar eigenlijk werd het papiertje niet echt nat. Dus ja, er zit geen lekkend vel meer in. En dat is vooral dat de ink niet kan afgeven. Dus ik ga hem in ieder geval weer zo zetten, want dan kan die drogen. En ja, ik ga maar kijken. Ik denk dat ik gewoon de stapel boeken ga proberen daarna. Ja, eerst droog worden. Oh, echt op tafel kan je pas zien hoe erg dat is met dat boek. Op de een of andere manier lijkt het op de camera niet echt heel erg uit te komen. Maar hij is echt helemaal ja, doordrongen gewoon van het vocht. Dit hoort ook echt maar tot hier te zijn, zeg maar, dit boek. Hij staat er gewoon helemaal bol van. Dit loopt helemaal omhoog. Ik heb net eerst geëdit en toen eigenlijk best wel lang met Denise zitten bellen. En nu is het tijd. Ik blijf het altijd doen. Stop. Nu is het tijd om naar mijn bed te gaan. Want morgen moet ik natuurlijk gewoon weer op tijd eruit. Dus ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik even op abonneren hieronder. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei!